Van welke kant je Rotterdam ook bekijkt, overal steekt dominerend de toren omhoog. De 150 meter hoge toren waarin de liften zijn verwerkt van de nieuwbouw Delftse Poort. Het was eind 1989 dat na een paar maanden hard werken het hoogste punt werd bereikt en de vlag in top kon. Voor velen ontstond verwarring. Zo is er niets en dan opeens zo'n lange slanke toren. Het begin van nieuwe contouren in Rotterdam. Op veel plaatsen zijn bouwactiviteiten bezig. Er zijn twee lifttorens waar de kantoorverdiepingen tegenaan gebouwd worden. Tussen de twee torens in komt het bouwsel voor de facilitaire functies, zoals de hoofdentree, de vergaderruimte en het grote restaurant. Gedeeltelijk is beton gestort, maar grotendeels wordt er gewerkt met geprefabriceerde bouwelementen, zoals deze kolossale vloerdelen. Samen met de vloerdelen vormen de geprefabriceerde betonnen wandelementen de belangrijkste bouwstenen. In de wandelementen zijn de ramen al uitgespaard en heel simpel zijn ze netjes op een rij gezet en aan elkaar en aan de vloer gemonteerd. De wandelementen worden in de speciale betonfabriek van de firma Structon in Maarsen gemaakt, door in grote mallen beton te gieten. Maar om de elementen de nodige sterkte mee te geven, wordt eerst een stevig raamwerk van staal als wapening in de mal geplaatst. Duidelijk zijn de stevige, uitstekende nokken te zien. Hierop komen straks de vloerdelen te rusten. Enkele tientallen gigantische kolommen zullen de kantoorkolos dragen. Op een dik en sterk plateau worden de wandelementen geplaatst en zo ontstaat er een kantooretage. Als plafond dienen de vloerdelen van de erboven te bouwen verdieping. Om onder alle weersomstandigheden te kunnen doorwerken, wordt over het geheel een gigantische bouwloods geplaatst. Hier is de bouwloods goed te zien. Aan het kopeinde steekt de loods zo'n 11 meter buiten de eigenlijke bouw uit. In de loods zijn twee zogenaamde bovenloopkranen gemonteerd. Hiermee kunnen bouwelementen en andere zware voorwerpen in de loods worden getransporteerd. De kranen kunnen tot in de overstek komen en zodoende vanaf de begane grond materiaal omhoog hijsen en naar binnen brengen. Het is mogelijk om de twee kranen elektrisch te koppelen en gelijktijdig twee grote zware wandelementen omhoog te hijsen. De hijsinstallatie heeft van onder tot boven langs de gevel een hijsgeleiding, zodat ook bij wind en storm tot windkracht 9 veilig en continu doorgewerkt kan worden. Op deze manier kan ook voldaan worden aan de geplande bouwtijd van 32 maanden. Er zijn wandelementen met een verschillend aantal raamopeningen, zoals hier met twee raamopeningen en een deurgat. In principe worden alle delen als bij een blokkendoos netjes naast elkaar gezet, maar aangezien dit een heel hoog gebouw moet worden, waar straks enige duizenden mensen komen werken, is het zaak dat alle delen als één blok beton aan elkaar gemaakt worden. In de betonelementen zijn diverse gaten uitgespaard, die weer precies passen om de stalen staken die in de ondergrond vastzitten. De zware betonplaten worden onmiddellijk met stevige schoren haaks op de bodem vastgezet. Velen zijn met dit precisiewerk bezig
en geen enkele afwijking wordt getolereerd. Ter plekke wordt het vloeibare beton gemaakt dat onder druk via slangen in de ruimte van de elementen wordt geïnjecteerd. Zogenaamde overloopgaten laten zien dat het vloeibare beton zich zowel onder als boven in de elementen heeft verspreid. Hoog boven het stadsgewoel is de elektrisch aan elkaar gekoppelde hijsinstallatie in staat de 15 meter lange vloerelementen van gewapend en voorgespannen beton omhoog te transporteren. Deze vloerelementen worden buiten de bouwplaats gefabriceerd en met grote trucks met opleggers direct onder de hijsinstallatie gereden. Een ander voordeel van deze ingenieuze hijsinstallatie ten opzichte van de grote losse mammoetkranen is het feit dat de kraandrijver als het ware met zijn neus bovenop het verticale transport zit en met behulp van signalering weet waar de last zich bevindt. De grote hijs- en montageloods brengt niet alleen bescherming tegen allerlei weersomstandigheden, maar bevordert ook de veiligheid tijdens het stellen van de wand- en vloerelementen op een hoogte van 100 meter en meer. Men heeft niet het idee zo hoog te werken. De nieuw ontworpen hijs- en montageloods blijkt multifunctionele toepassingen te hebben. Heel efficiënt kunnen 4 kubels, gevuld met beton, omhoog gehesen worden. En zelfs nog meer. De kopwanden van de etages worden om praktische redenen niet met geprefabriceerde elementen opgebouwd, maar met traditioneel beton gestort. Hier de 2 bouwloodsen. Het zijn zelfklimmende loodsen en iedere loods heeft dan ook 4 klimpoten. Iedere klimpoot bestaat uit een geleidebalk die aan de gevel kan worden vastgemaakt. Langs die geleidebalk kan een zogenaamde wagen op en neer bewegen en kan ook aan de gevel vastgezet worden. De overkapping zit weer vast aan de wagen. Tussen de wagen en de onderzijde van de geleidebalk bevindt zich een hydraulische cilinder. Om de overkapping en verdieping hoger te plaatsen, maakt men de wagen los van de gevel, zodat de wagen nu alleen vastzit in de geleidebalk. De hydraulische cilinder kan nu de wagen met de loods langs de geleidebalk een etage hoger persen. In die hogere stand
wordt de wagen weer vastgezet aan de gevel. Nu worden de bevestigingen van de geleidebalk losgemaakt. De cilinder schuift weer in elkaar en neemt daarbij de geleidebalk mee omhoog. Dan wordt de geleidebalk ook weer vastgezet en kan er onder de loods een nieuwe verdieping gebouwd worden. Dit proces herhaalt zich bij iedere etage, vandaar de naam zelfklimmende montage- en hijsloods. Bij het gieten van de wandelementen is al rekening gehouden met de gaten waar de bevestigingen doorheen moeten. Door de bouten te ontgrendelen is het mogelijk deze uit de gevel te trekken. Hoewel dat niet altijd even gemakkelijk gaat. Tijdens het klimproces is iedere poot bemand en staat men continu in contact met een centraal regelpunt waar alle handelingen volgens een draaiboek worden gecheckt. Ook bedient men van hieruit de vier hydraulische cilinders die de bouwloods heel langzaam een etage hoger duwen. De spectaculaire bouwactiviteiten trekken de nodige aandacht van mensen uit binnen- en buitenland. De bezoekers zijn direct te herkennen, omdat ook zij niet zonder helm de bouwplaats op mogen. Terwijl de ruwbouw nog in volle gang is, wordt de nodige apparatuur al naar binnen gebracht voor de elektrische hoogspanningsinstallatie en voor de luchtbehandelingsinstallatie, zoals verwarming, koeling en airconditioning. De twee hoogbouwtorens bestaan overwegend uit aan elkaar bevestigde betonelementen. Bij het grote middenstuk wordt veel gebruik gemaakt van zware staalconstructies om grote afstanden zonder kolommen te overbruggen, zoals bij de entree, de centrale hal en het restaurant. Een opvallend element in deze bouw zijn de vele prachtige ronde kolommen van ruim 1,5 meter doorsnee. Ze zijn stuk voor stuk bekleed met plaatmateriaal uit Japan. Het is een soort gekristalliseerd glas dat verkregen wordt door hoge verhitting en waardoor een zeer grote sterkte ontstaat. Het uiterlijk lijkt op marmer en een voordeel is dat het geleverd kan worden in gebogen vorm. Het is geen goedkoop materiaal, maar wel redelijk bestand tegen graffiti. Met zeer veel zorg worden de delen rondom de betonnen kolom bevestigd, terwijl tussen de platen en de kolom eerst nog een warmte-isolerend materiaal is aangebracht. Dit is de zelfdragende koepel die zich boven het restaurant bevindt.
De koepel heeft een diameter van 22 meter en geeft het restaurant een ruimtelijk effect met veel lichtinval. Het is duidelijk dat bij gebouwen met zo'n grote hoogte en zulke grote wandoppervlakte veel aandacht besteed moet worden aan de kwaliteit. Bijzondere eisen worden gesteld aan duurzaamheid, weerbestendigheid en aan de brandveiligheid. Tegen het betonnen casco worden isolatieplaten van glaswol aangebracht, in twee lagen van elk 4 centimeter dik. Dit is geen achteruitkijkspiegel voor de bouw, maar één van de vele elementen van de gevelbekleding. In een fabriek in Heerlen worden in zogenaamde montagestraten kozijnen van ongeveer 3,5 bij 4 meter samengesteld uit aluminiumprofielen. De kozijnen worden daarna voorzien van doorzichtglas in de kleur die in aanzien overeenkomt met de niet doorzichtige borstweringpanelen. Voor het transport zijn speciale containers ontwikkeld. In ademloze spanning wordt iedere keer weer het verticale transport gadegeslagen. Er mag natuurlijk niets misgaan. Dankbaar wordt gebruik gemaakt van de verdekt ingebouwde geleiderrail die straks weer dienst zal doen voor de installatie van de glazenwassers. Tegen de gevel zijn dubbele hangstijgers aangebracht, van waaruit de isolatieplaten alsmede de gevelelementen bevestigd kunnen worden. De gevelelementen worden opgehangen aan zorgvuldig gemonteerde beugels, die met behulp van waterpas en laserstralen op één lijn gezet worden. Een zeer verantwoordelijk werkje. Want zowel de veiligheid als de uiterlijke strakke schoonheid van de gevel zijn hiervan afhankelijk. Gelukkig zijn de werkers goed gemotiveerd. Dit is het belangrijkste werk. De architect Bonnema bepaalde in zijn ontwerp dat de buitenkant van de parkeeretages en de geweldige steunberen nero assoluto, oftewel absoluut zwart moesten zijn. De platen zijn van stollingsgesteente uit India en worden stuk voor stuk met ankers en componentenlijm zorgvuldig en veilig aan de wand bevestigd. De glimmende en weerspiegelende wand voldoet aan de wensen van de architect. Zo zwart als de nacht.
De werkzaamheden gaan gestaag door, ook 's avonds. Een strakke planning zorgt ervoor dat steeds weer de nodige bouwelementen op tijd aanwezig zijn om wekelijks een verdieping aan de bestaande bouw toe te voegen. Zo gaat zo'n verdieping er dan van binnen uitzien. En hier krijgen we een indruk hoe het plafond van de grote hal en de entree gaat worden. De buitenkant van het moderne kantorencomplex is zo goed als klaar. De weerspiegelende wanden met het fantastische lijnenspel benadrukken de moderne architectuur. Niet alleen de medewerkers van de Nationale Nederlanden zullen hier hun werkplek vinden, maar ook een andere maatschappij met het aloude en zo vertrouwde beeldmerk eigent zich een plaats toe. Deze werkers zijn de eersten die vanaf hun hoge positie kunnen genieten van het fantastische uitzicht over het vliegveld 16 Hoven en de contouren van Den Haag duidelijk kunnen waarnemen. Straks zullen alle gebruikers van de hoogbouwkantoren wel eens voor een raam gaan staan om een blik te werpen op de grote moderne stad aan de rivier. Nu wordt achter deze ramen nog volop ambachtelijk gewerkt om de nieuwe contouren te vervolmaken.